Pucosana, een vissersdorp zo'n 70 kilometer ten zuiden van Lima, ligt in een schilderachtige baai aan de Stille Oceaan. Het is hier vandaag winter, maar in de zomer zakken de Limeños, inwoners van Lima, naar hier af om te zwemmen en te zonnebaden. Opvallend hoe vele vissersloepen zich verder bewegen met roeispanen. Peru is nog steeds een ontwikkelingsland en gemotoriseerd vissen is dan ook van recentere datum. De gestroomlijnde pelikaan is hier wat bij ons de meeuwen zijn, het creooter hiervan. Er heerst hier ook een gemoedelijke en warme sfeer. Zelfgebrouwen maïsbier maakt het werk draaglijk. De legende zegt trouwens dat vrouwen het bier verbeteren door erin te spuwen. Het is namiddag en het haventje met aanpalende visverwerking gonst van de drukte. De visvangst is naast de landbouw een belangrijke bron van inkomen voor de Peruaan, die naar onze maatstaven nog steeds een vrij sober bestaan leidt. Afrikaanse gezichten zijn niet vreemd in deze contreien. Vooral aan de kust zie je regelmatig afstammelingen van Afrikaanse slaven, destijds aangevoerd voor het zwaar labeur in de zilvermijnen. Niet elke vis belandt in het economisch circuit. Vis dient ook om de familie dagelijks te voeden. En dat gebeurt dan met roeibootjes. Jawel, mijn naam is dus Pistuba. De minitaxis op drie wielen zie je in verschillende modellen en uitvoeringen overal in Peru. Meestal zijn ze van Chinese makelij, omdat ze dan betaalbaar zijn. De Peruaan maakt er massaal gebruik van, want auto's zijn onbetaalbaar en zie je amper. We laten ons meenemen door een visser die ons het kleine eiland voor de kust wil tonen. We varen de haven uit, genietend van het chaotische leventje van Peruaan en Pelikaan rondom hun visserij bestaan. Is het je trouwens al opgevallen dat iedere boot de naam van het dorp Pucosana draagt? Een late namiddagvisser dobbert nog rond op de woelige oceaan. En wij staren naar rotsen die wit zien van de uitwerpselen. Peru exporteert nog steeds 20.000 ton per jaar van deze vogelmest naar de hele wereld. We vergapen ons op de zeeleeuwen in Robben. Zeeleeuwen worden soms 500 kilogram. Normaal zou je hen in veel koudere gebieden in de buurt van de Pool verwachten. Maar de koude Humboldt-golfstroom zorgt ervoor dat deze dieren ook in de buurt van de Evenaar kunnen leven. Jan van Ginten, guano-aalscholvers, inkasternen en andesmeeuwen staan en duiken op en neer. Onze visser heeft nog met gringo's gevaren en overhandigt ons een lijstje met aanwezige vogels. Kijk, deze vogel levert zijn bijdrage aan die schilderachtige rotswanden. Onze tour zit erop en we lopen weer richting haven. Er heerst nog steeds een drukte in de visverwerking. En de grote exemplaren worden grondig mooi gespoten. Zowel aan boord als op de wal worden er kilo's vis versneden en gefileerd. De restjes zijn voor de hongerige pelikaan. Peru behoort tot de grootste exporterende landen van vis en afgeleide producten als conserven en vismeel. ¿Por qué?
Hier wordt ceviche of roodbaars in plakjes gesneden. Straks een heerlijke rauwe delicatesse, rijkelijk besprenkeld met vers limoen. En opgediend met rauwe ui, rode peper en gekookte aardappel of maïs.